Goedemorgen, broeders, zusters die verbonden zijn via de livestream, ver weg of dichtbij. Ook gasten, van harte welkom. De mededelingen namens de kerkraad mag ik u doorgeven. Ze zijn deze ochtend iets langer als anders, maar u zult zo merken waarom. Ik wil beginnen met het overlijden van zuster Kobi Meijer. Op zaterdag 11 juli is zuster Kobi Meijer de Vries uit Apeldoorn in de leeftijd van 91 jaar overleden. Zij was weduwe, verbleef al ruim 6 jaar in verpleeghuis vanwege dementie. 16 jaar geleden is zij met haar man naar onze gemeente overgekomen vanuit Vech, Apeldoorn. De afscheidsdienst heeft afgelopen vrijdag 17 juli plaatsgevonden in Apeldoorn, waarna zij ook al daar is begraven in besloten kring. Wij wensen haar, kinderen en kleinkinderen, Gods troost en nabijheid toe. Afgelopen vrijdag, 17 juli, is zuster Jo Kracht Mulder in de leeftijd van 88 jaar overleden. Ze is thuisgehaald door haar hemelse vader. Ze verbleef de laatste weken in Klein Rijnvis in Hulshorst. En daarvoor is ze lang in de Voort geweest. Haar krachten waren ziender ogen achteruit gegaan. Aanstaande donderdag 23 juli zal de afscheidsdienst om 11:30 in de kerk worden gehouden. Gelegenheid tot condoleren is op woensdagavond van 19:00 tot 8 uur. Dus van 7 uur tot 8 uur. En op donderdagmorgen van 10:45 tot 10:45 in de kerk. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats in Kampenveen. We willen haar man Helmich Kracht, kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toewensen. Aangezien er op dit moment alleen online diensten zijn, zal in de eerstvolgende nieuwsbrief een in memoriam volgen. Naast overlijden zijn er ook mooie berichten van geboorte. Op 16 juli is bij Helmich en Desiree Spronk een dochter geboren, Evie Noelle. Haar roepnaam is Elin, een zusje van Roan. We willen hen van harte geluk wensen en Gods zegen toebidden. Bezoek bidstonden en diensten. In tegenstelling tot wat u in de nieuwsbrief heeft gelezen, heeft de kerkenraad het besluit herzien, en dat is afgelopen maandag gebeurd, dat wij de diensten weer toegang geven om te kunnen bezoeken vanaf komende zondag 26 juli. Het RIVM heeft adviezen gegeven rondom het zingen en het blijkt dat het minder schadelijk is als dat wij denken. En vandaar, in goede overweging, hebben wij besloten om de diensten weer vrij te geven vanaf 26 juli in plaats van september. Inmiddels is de ventilatie in de kerk aangepast, zodat er maximaal geventileerd kan worden. De kerkzaal, zoals u al eerder heeft gezien, is netjes ingericht met 100 zitplaatsen. En dat betekent dat we elkaar hier zouden kunnen ontmoeten. De organisatie, daar moet de laatste hand nog aan gelegd worden, omdat het toch vrij snel is. En dat betekent dat dat ook voor komende zondag gereed is. Afgelopen zaterdag 11 juli heeft er een rouw- en trouwdienst plaatsgevonden, ook met zang. En dat is allemaal goed verlopen en dat heeft ons ook doen besluiten om voor de gewone diensten het weer te gaan organiseren. Naast de diensten op 26 juli willen we ook de bidstonden weer openstellen om te kunnen bezoeken. Dat zal hier ook in de kerkzaal zijn om voldoende afstand te kunnen houden. Vanaf donderdag 23 juli zal dat plaatsvinden. Tijdens de zomerperiode zal er één dienst georganiseerd worden. Dat zal de ochtenddienst zijn. Vanwege organisatorische redenen wordt het lastig om tijdens de zomerperiode toch twee diensten te organiseren. En we willen proberen vanaf september weer twee diensten te gaan organiseren. Dat begint op 6 september. Dan zijn er twee doopdiensten. Eén in de ochtenddienst, gewoon 9:45. En 's middags om 2:30 de tweede dienst. Op 13 september zal in de ochtenddienst belijdenis gedaan worden. En in de avonddienst is er een jeugddienst. Voor het aanmelden. De bidstonden, daar hoeft niet voor aangemeld te worden. U kunt komen naar de kerk, u wordt gevraagd of u gezond bent en u wordt geregistreerd. Het registreren is noodzakelijk omdat we gaan zingen. En mocht er wat uitbreken, dat we in ieder geval een check kunnen doen als er wat gebeurt.
De kerkdiensten vanaf 26 juli kunnen aangemeld worden via e-mail, aanmelden@vegeoldebroek.nl of via het telefoonnummer van de kerk 0525-630642. Telefoon is beschikbaar donderdag na de bidstond van ongeveer 8 uur tot 21:30. En uiteraard zal er een eerlijke verdeling plaatsvinden op basis van aanmelden via de e-mail, dan wel via de telefoon. We hebben al meerdere malen geattendeerd op de Scipio-app. Deze wordt heel belangrijk. Vanaf september zullen de aanmeldingen voor de diensten via de Scipio-app gaan. Dus we verzoeken u vriendelijk om nogmaals na te denken deze app te installeren op uw smartphone. Mocht dat niet lukken, willen we uiteraard ondersteuning bieden. Mocht er naar aanleiding van deze mededeling vragen zijn, kunt u zich richten tot de secretaris. Kairos. Dit najaar willen wij samen met Luctor de Kairos-cursus opnieuw coronaproof organiseren. Voor meer informatie en de data zie de website van de VEG Oldebroek. Vanmorgen is er weer een speciaal moment voor de kinderen. Anja Kruithof zal dit presenteren en er wordt straks ruimte voor gemaakt. Wat ik heb al aangegeven, de bidstond. Aankomende donderdagavond is er weer een bidstond, 19:30. En deze is te bezoeken in de kerk. Uiteraard wordt deze ook online uitgezonden via kerkradio. Volgende week zondagochtend zal in de dienst dominee Kruithof voorgaan. Voor deze dienst kunt u zich aanmelden om aanwezig te zijn, zoals eerder gezegd. En tevens zal er ook gezongen worden. Deze dienst wordt ook uitgezonden via de loco. Aanvang 9:45. Waar ik ook graag even op wil attenderen, dat is de collecte. Wij zien dat de gaven binnenkomen, maar willen u toch vriendelijk verzoeken na te denken, heeft u de afgelopen tijd wel elke keer de collecte gegeven? We merken toch dat de financiën wel wat kunnen gebruiken, dus met andere woorden, wilt u daar nog een keer aan denken. Vanochtend is de eerste collecte voor de gemeente, de tweede collecte voor het orgel en de derde collecte voor de zending. Dan voorbeden voor de rouwdragenden, in bijzonder voor de kinderen en kleinkinderen van zuster Kobi Meijer, de Vries en voor Helmer Kracht, de kinderen en de kleinkinderen na het overlijden van Jo. Danken voor de geboorte van Elin Spronk, dochter van Helmer en Desiree Spronk en zusje van Roan. Gebed voor Bettes en G. Klein en voor Henk Magree en zijn vriendin Willy vanwege het overlijden van Jenny Magree op 70-jarige leeftijd aan gevolg van galblaaskanker. Ze laat man Gerrit en kinderen achter. Jenny is schoonzus van Henk Magree en zus van Bettes en G. Klein. De begrafenis zal waarschijnlijk aanstaande maandag plaatsvinden. Ook willen we bidden voor de alleenstaande, maatschappelijke noden, voorbeden voor de gezinnen die hier zijn om een ziel aan te vragen en die met uitzetting te maken hebben naar een land wat niet veilig is voor hen. Wilt u vrede en rust geven in harten? Wilt u zegenen en nabij zijn? We vragen ook gebed voor Jacomien ten Hoven, Harm Mulder, Jan-Willem Snoek, Bert van 't Hul, Lente van Noorl. Daan Kuiper heeft een maagverkleining ondergaan en is weer thuis. Nu volgt een periode van herstel. Broeder Henk van der Streek uit Elburg heeft een hartinfarct gehad. Gelukkig waren ze op tijd bij. Hij is gedotterd. Hij heeft 2 stents gekregen en krijgt medicijnen. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis. Graag willen we ook in de gebeden denken aan broeder Bas en zuster Lies van Oorschot, broeder Nico van der Pol, broeder Jaap en Janna Prins. En dan wil ik de mededeling besluiten. Dit najaar gaan we samen met Luctor de Kairos-cursus organiseren en dat Herman Spronk met zijn team wijsheid en inzicht krijgt hoe dit goed volgens de coronamaatregelen te organiseren. Ook hier graag gebed voor. Het werk van Aad Elbersen in Roemenië en dat de voedselhub op goede plekken komt en gezegend wordt. Als u bent aangesproken door de dienst of u wilt om welke reden dan ook gesprek of gebed, kunt u telefonisch terecht bij de voorganger of bij iemand van de kerkenraad. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Ik wens u een hele goede morgen en een gezegende dienst. En voordat we willen beginnen nemen we een paar seconden de tijd om ons voor te bereiden op deze dienst.
En we spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen te doen. En we mogen elkaar groeten met de prachtige woorden: genade zij u en vrede van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de werking van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij lied 51 uit de bundel van Johannes de Heer. Uw woord is liefd en licht. De versen 1 en 2. Willen we aan het begin van deze dienst de Heer bidden? Mag ik u voorgaan? Trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst willen we belijden dat we uit onszelf nooit rechtvaardig kunnen staan voor u. In woorden, daden en gedachten, in alles schieten we tekort. Help ons, Heer, om een levende getuige te zijn van uw evangelie. Open onze ogen om scherp te zien wat mensen beweegt, bemoedigt of benauwd. Open onze ogen om wat verborgen wordt gehouden op te merken. Open onze oren om woorden op te vangen van hoop, kracht en uithoudingsvermogen. Open onze oren om wat ongezegd blijft te horen. Open onze lippen om te spreken voor mensen zonder stem. Open onze lippen om u te loven en te prijzen, samen met anderen. Open onze handen om uw goedheid te ontvangen en met anderen te delen. Open onze handen om de zwakken te ondersteunen, de onmachtigen op te heffen. Open ons hart voor de mensen om ons heen die alleen en eenzaam zijn. Open ons hart, zodat we van uw liefde kunnen delen. Zet onze voeten op uw weg
en geef ons kracht om door te gaan. Zo komen we tot u en vragen of u met uw Heilige Geest bij ons wil zijn in deze dienst. Zegen ons, Heer, bij alles wat we doen. Dit bidden we niet op grond van eigen verdiensten, maar alleen op grond van het vergoten bloed van het Lam, tot volkomen verzoening van al onze zonden. In die machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Zoals in de mededelingen aangekondigd, volgt nu het moment van de collecte voor de gemeente, het orgel en de zending. Van harte aanbevolen. En we zingen ondertussen lied 126 uit de bundel van Johannes de Heer, Als ik hem maar kennen.
Dan volgt nu het kindermoment en dat zal worden gepresenteerd door mevrouw Anja Kruithof. Zo jongens en meisjes, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie weer kijken vandaag. En jullie zien misschien wel, ik heb geen kinderen meegenomen. Want mijn eigen kinderen zijn al veel te groot. En mijn kleinkinderen zijn nog een beetje te klein voor het kindermoment. Maar vanmorgen kunnen jullie wel thuis allemaal meedoen. Ik hoop dat jullie de kleurplaat hebben uitgeprint. En dat je een blad bij je hebt en misschien wel kleurtjes. Want ik heb voor jullie wat meegenomen. Ik heb namelijk een tasje meegenomen. En er zitten allemaal spulletjes in. Ik zal ze even laten zien. Kijk, ik heb hier dit meegenomen. Dat is één van de 7 spullen die ik bij me heb. En nou wil ik eigenlijk een soort spelletje met jullie doen. En vragen of je samen met je papa of je mama of misschien met je opa of je oma wil raden wat het is. Maar dat is niet het enige. Je moet ook raden of bedenken waarvoor het is. Dus wat je ermee kunt doen. Dus ga samen met je papa of mama of opa of oma zeggen wat is dit en wat kun je ermee doen. En dat gaan we 7 keer doen. En als we dat gedaan hebben, dan ga ik vertellen wat het is. Ik leg het even hier neer. Dit is het tweede voorwerp wat ik mee heb genomen. Wat is dit en wat kun je ermee doen? Ga thuis maar even overleggen met elkaar. Ga er maar even over hebben. Dan leg ik het weer hier neer. Nou, het was even zoeken, maar ik heb dit meegenomen. Wat zou dit nou zijn? Wat kun je ermee doen? Misschien weten de grotere kinderen het wel beter, maar anders weten de papa's en mama's vast wel wat dit is, wat je hiermee kunt doen. Het wordt wel een beetje moeilijker steeds, want ik heb nu dit meegenomen. Wat zou je hiermee kunnen doen en wat is dit eigenlijk? Dan heb ik dit meegenomen. Dat is heel handig als je misschien nog gaat kamperen. Voor je luchtbed. Even een hint. Dat is misschien ook wel een beetje lastig, maar misschien ken je hem wel. Het 6e voorwerp. Die heb ik van mijn dochter gekregen. Het ziet eruit als een bolletje. Een bolletje glas. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar in dat glas zie je de Eiffeltoren. En daar staat Parijs op. En toen ik het kreeg van mijn dochter, heeft ze het aan me gegeven. Omdat ik zo dol ben op Parijs. Maar ze wist zelf niet eens wat het was. Dus ik ben heel benieuwd of jullie weten wat dit is. En als laatste heb ik dit meegenomen. Wat is dit? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Kijk maar eens even goed. Nou, ik hoop dat je voor alles iets bedacht hebt, wat het is en wat je ermee kunt doen. Dan ga ik het nu vertellen. Dit is natuurlijk een schaar. Dat weet iedereen. Daar kun je mee knippen. Dit is ook niet zo heel moeilijk. Dit is een opwekkingsbundel. Een boek vol met liedjes waar we uit zingen. Tijdens de kerk, maar misschien ook wel thuis en op school. Deze was iets moeilijker. Dat is een insteekhoesje. Daar kan je wat blaadjes in doen. Bijvoorbeeld voor de grotere kinderen, als die een spreekbeurt doen. Dat ze een blaadje hierin stoppen en zo meenemen naar school. Dan blijft het netjes. Deze was iets lastiger. Dat is een USB-stick. En dat kun je dan in de computer doen. En dan kun je bijvoorbeeld daar foto's op zetten. Of misschien als je een spreekbeurt moet houden, dat je daar een PowerPoint op zet. Dan neem je hem mee en dan kun je ergens anders je gegevens zien. Hij wordt niet zo heel veel meer gebruikt, maar ik heb hem nog steeds.
En dit is een dopje. Een dopje voor het luchtbed. Heel handig als je gaat kamperen. Dan loopt de lucht niet uit je luchtbed. Dat is ook wel fijn, hè, dat je 's nachts wakker wordt en dat je luchtbed nog hard is. En dat niet alle lucht eruit is gelopen. Dus een heel handig, nuttig dopje. Nou, en dan dat glazen bolletje. Wat is dat? Er wordt niet zo heel veel meer gebruikt ook, maar dat heet een presse-papier. En een presse-papier, dat is als je bijvoorbeeld buiten zit en je hebt wat papiertjes of een tekening en je wil dat die niet wegwaait, dan zet je dit glazen bolletje zet je er bovenop en dan blijft het liggen. Dat is heel handig als je een paar blaadjes hebt of als het raam open staat en je zit binnen en er staat een beetje wind, dan waai je je blaadjes ook niet weg als je dit dingetje erop zet. Nou, en dan de laatste. Dat is een uitgeprinte foto van een meisje. Van een kind zoals jij. En ik heb van al die voorwerpen die hier liggen, heb ik gezegd van nou, wat het is. Maar ook verteld wat het doel van elk voorwerp is. Wat je ermee kunt doen. Nou, en wat kun je nou met dit meisje doen? Dit meisje is ook gemaakt. Jij bent ook gemaakt. Je bent door de Heere God gemaakt. En wat zou nou het doel zijn van dit meisje? En wat is nou het doel van jou? Nou, misschien weten jullie dat wel. Maar het doel van ons is, het doel van jou is en het doel van papa en mama is, dat je van de Heere God houdt. Dat je je hele leven daarmee bezig bent. En dan word je gelukkig. Want de Heere God houdt ook heel veel van jou. Houdt heel veel van je papa en mama, je opa en oma, je broertjes en je zusjes, van iedereen. En daarom zijn we hier op deze wereld. God heeft ons gemaakt, ook met een doel. Een doel dat we voor hem leven en dat we van elkaar houden en dat wij elke dag van God kunnen houden. En wat ik nou zo mooi vind van het houden van God, is dat je dat altijd kunt doen. Als je heel blij bent, als je heel verdrietig bent, als je ziek bent, of als je gezond bent, als je aan het spelen bent. Altijd kun je dat doen. En dat vind ik zo mooi, dat de Heere God ons gemaakt heeft met dat doel. We gaan er ook een liedje van luisteren, dat we hier geschapen zijn met een doel in ons leven. God heeft een plan met je leven. Je bent hier meer.
Het thema van deze dienst is het woordje focus. En dank je wel, Anja, dat je daar zo fijn en mooi bij aansloot. We lezen uit het Oude Testament een stukje uit het boek Jesaja en daarvan hoofdstuk 55, de versen 6 tot en met 9. Jesaja hoofdstuk 55 en daarvan de versen 6 tot en met 9. En ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En een stukje uit het Nieuwe Testament, uit het boek Filippenzen, Filippenzenbrief. Het boek Handelingen beschrijft overigens hoe Saulus veranderde in Paulus, van christenvervolger naar volger van Christus. Zijn focus heeft hij verlegd. Nu is Paulus er helemaal klaar voor. Hij is de apostel geworden van de heidenen en hij sticht veel gemeenten. En de eerste gemeente in Europa die Paulus heeft gesticht is de gemeente te Filippi. Deze gemeente is dus voor Paulus van een bijzondere betekenis. In de Filippenzenbrief roept Paulus op om vooral te blijven groeien in het geloof. Niet achteroverleunen, tevreden zijn. Stilstand is tenslotte achteruitgang. We gaan lezen hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 16. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt dat te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, die deze gezindheid hebben en als u iets anders gezind
bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Tot zover de woorden van God uit de Bijbel. Gelukkig zijn al die mensen die het woord van God horen, bewaren in hun hart. Maar vooral ook toepassen in hun leven. Over het laatste gedeelte vanaf vers 10 wil ik heel graag een enkel gedachte met u delen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U kent vast wel de actie Alpe d'Huez in Frankrijk. Ieder jaar rond deze tijd vindt dat unieke evenement plaats. Op één dag beklimmen ongeveer 5000 mensen fietsend, hardlopend, wandelend, maximaal 6 keer Alpe d'Huez onder het motto: opgeven is geen optie. Maanden van mentale en fysieke training gaan daaraan vooraf. Alles moet wijken. De focus volledig gericht op dat ene doel. Het doel van de tocht is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar en verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met kanker. En dankzij veel publiciteit stroomt er ieder jaar vele miljoenen euro's binnen. Een enorme prijs voor al die inspanningen. Het zijn stuk voor stuk mensen die gegrepen zijn een hoger doel na te streven. Die het lijden en afzien voor lief nemen. Het zijn stuk voor stuk mensen met een passie. Nou, van Paulus was bekend dat hij niet bepaald een hoger doel nastreefde. Zijn passie was het vervolgen van christenen totdat Saulus op de weg naar Damascus een ontmoeting kreeg met de Heer Jezus. De Heer greep hem vast en Saulus besefte dat God niet zomaar een ander doel voor zijn leven had, maar dat deze roeping uniek was. In de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, 1 tot en met 10, we hebben het gelezen, verklaart hij nog maar eens zijn vorige leven. Een leven zonder de Heer Jezus. Maar nu is het allemaal anders geworden. Hij heeft de Heer Jezus ontmoet. Een nieuwe roeping gekregen, een nieuw doel in zijn leven. Paulus heeft een hele nieuwe passie. En alles moet wijken voor dat ene. Nu ligt de focus niet meer op de vervolging van christenen, maar op het volgen van Christus. Paulus zegt: ik jaag mijn doel na. Maar het is nu een doel dat voortkomt uit het verlangen God te kennen en een intieme relatie met hem te hebben. Opdat ik hem mag kennen. Dat is zijn passie. Hem kennen. Hoe doe je dat in 2020? Natuurlijk, iedere dag biddend de Bijbel lezen. Ja, dat is vanzelfsprekend. Alleen zo leer je hem beter kennen. Maar minstens zo belangrijk is dat je ook zult ontdekken wie je zelf bent. De apostel geeft ons nog een paar aanwijzingen die ons kunnen helpen bij het beter leren kennen van jezelf en hem leren kennen. In vers 10, Efeziërs 2 vers 10 zegt hij, want we zijn zijn maaksel. Letterlijk staat daar handgemaakt. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid en bepaald heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Als christenen moeten we beseffen dat we als pelgrims onderweg zijn. We zijn stap voor stap onderweg in de woestijn van het leven. Op weg
naar een hoger doel. En sommige mensen geven de indruk al gearriveerd te zijn. Paulus roept ons op om door te gaan, te blijven groeien in geloof. Filippenzen 3 vers 12 schrijft hij, niet dat ik al zover ben mijn doel al heb bereikt, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Paulus begreep dat er nog een hoop ruimte was voor groei. En als dat voor hem geldt, gold, dan geldt het toch zeker ook voor ons. En leeftijd doet er dan niet toe. Het is als met dat waar gebeurde verhaal van die jonge vrouw. Ze vroeg eens aan Albert Einstein, wat doet u nu precies voor werk? Einstein keek haar aan en zei, ik heb mijzelf toegewijd aan de studie natuurkunde. Onthutst, antwoordde ze, natuurkunde studeren, u op uw leeftijd? Ik heb mijn studie al een jaar geleden afgerond. Dat we allemaal, jong en oud, het vermogen hebben te groeien en te veranderen, dat vind ik een van de mooiste dingen van het leven. Paulus geeft gelukkig ook een belangrijk inzicht hoe we mogen en kunnen groeien in geloof. Hoe we in Christus volwassen kunnen worden. En de eerste aanwijzing van Paulus is deze. Stel een haalbaar doel. Een haalbaar doel, ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar het effect is hetzelfde. Je gaat iedere dag een klein beetje vooruit. En met de focus op dat doel zul je volwassen worden in Christus. En ook Paulus erkende dat hij nog niet op zijn bestemming was. De tweede aanwijzing van Paulus is deze. We lezen het in de versen 13 en 14. Broeders en zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Eén ding doe ik. Dat is de echo van de woorden van koning David toen hij sprak, één ding heb ik van de Heere verlangd. En van de Heer Jezus zelf, die tegen de rijke jongeling zei, één ding ontbreekt u. Het is de echo van de woorden van die blinde man die vanaf zijn geboorte blind was en door de Heer Jezus genezen werd. Toen de mensen hem vragen begonnen te stellen, zei hij, één ding weet ik, dat ik blind was en nu kan ik zien. Eén ding doe ik. Eén ding heb ik verlangd. Eén ding ontbreekt u. Eén ding weet ik. Al deze verklaringen wijzen op iets essentieels dat je nodig hebt als je geestelijk wil groeien. Focus op dat ene doel. Paulus zegt, één ding doe ik. Het probleem van veel mensen is dat ze uiteindelijk heel veel willen. Ze proberen een duizendpoot te zijn en uiteindelijk zijn ze nergens goed in. Als dit een omschrijving van u is, wil ik je een vraag stellen. Wat zou de focus van je leven kunnen zijn? We hebben immers allemaal een unieke roeping. God heeft niet iemand anders geroepen om precies hetzelfde te doen wat jij doet. We kunnen zeker leren van anderen, maar we moeten ze niet nadoen. Ontdek wie je bent en hou je vooral niet bezig met wat anderen denken. Je hoeft niet met anderen te wedijveren en je hoeft ook niet met anderen te vergelijken. God ziet ons heel persoonlijk aan en vergelijkt ook niet. U en ik, jij en ik, we zijn als unieke personen geboren. Je wilt toch niet als een kopietje sterven?
Ontdek Gods unieke plan voor je leven die leidt tot jouw bestemming. Dan zul je tevreden zijn en zegen ervaren. En als je stagneert in geestelijke groei, vraag dan af waarom? Hoe komt het dat je geestelijk leven volkomen stilstaat? Wat zijn je barrières voor groei? Nou, misschien hebben we wel gewoon moeite om toe te geven dat we moeten groeien. Of voelen we ons zwak, onmachtig, misschien te klein, machteloos. Even zomaar een voorbeeld uit de natuur. Als je een meerval, dat is een vis. Als je een meerval in een klein aquarium zou stoppen, zou de vis misschien 30 centimeter lang worden en uiteindelijk 500 gram wegen. Maar als je diezelfde vis in een meer zou uitzetten of in een rivier, dan zou hij wel 2 meter lang kunnen worden en 60 kilo gaan wegen. Wat was de barrière voor zijn groei? Nou, het aquarium hield hem tegen. Hij groeide zoveel als zijn omgeving het toeliet. Verwijder die barrières voor je geestelijke groei en hou vol. God heeft ons allemaal daarvoor de kracht gegeven. Psalm 18, vers 33, daar staat: het is God die mij met kracht omgordt. En in de Filippenzen 4, vers 13... alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Hij geeft aan ieder afzonderlijk specifieke dingen die ons sterk maken. Hij heeft ons allemaal eigen sterke punten gegeven. Vergeet niet dat God u en mij uniek heeft gevormd. Iets wat maakt dat jij iemand bent om rekening mee te houden. Iets wat God in jou gelegd heeft om anderen tot zegen te zijn. Het derde belangrijke punt van Paulus, vers 13 en 14, is dit: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend wat voor is. Nou, ik kan u verzekeren, voor mij persoonlijk is dit een zeer bemoedigend vers geweest. Sommige mensen komen niet verder in hun leven omdat ze continu achterom kijken. Maar kijk eens naar Lucas 9, vers 22, waar de Heer Jezus zegt: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Oei. God wil niet dat je in het verleden leeft. Vergeet wat achter je ligt. Of het nu goed ging, minder goed ging, het doet er niet meer toe. Dat is voorbij geweest, verleden tijd. Niet voor niets heeft een auto een heel klein achteruitkijkspiegeltje en een enorme vooruit. Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst. Draai om. De Heer wil dat je de focus op Hem richt. De apostel Paulus heeft duidelijk één doel in gedachten. Één bestemming. En hij is vastberaden dit doel te bereiken. De woorden "jaag ik naar het doel" in vers 14 kunnen we vanuit het Grieks letterlijk vertalen met "ren ik binnen de lijnen". Het schetst een beeld van een hardloper die in zijn baan blijft op weg naar de finish. Het overschrijdt zijn grenzen niet. Hij moet in zijn eigen baan blijven. Hij loopt niet in iemand anders baan. Dat zou fout gaan. God heeft ook een plan met jouw leven. God greep jou vast. Met een reden. Je bent waardevol voor Hem. Je moet het doel van God voor je leven kennen en najagen. Najagen van een hogere doel, ook en misschien wel juist als het moeilijk wordt. De tocht op Alpe d'Huez is niet gemakkelijk. Het is lijden en afzien. Aanmoedigen van vele toeschouwers langs de kant, dat maakt het al wel wat draaglijker. Nou,
Als gemeente van Christus hebben wij een hoger, een hemels doel. We hebben een focus op dat einddoel. Dat jaag je na. Daar strek je je naar uit. Letterlijk, stapje voor stapje. Stug volhouden. Opgeven is geen optie. Zijn wij mensen die gegrepen zijn een hogere doel na te streven, ons daarin eensgezind geestelijk te trainen? Het lijden en afzien voor lief te nemen? Zijn wij mensen met een passie? Bent u nog onderweg? Of staat u stil? Ook wij worden aangemoedigd door allen die reeds bij de Heer zijn. Daar bovenop, daar op de eindstreep, daar staat familie. Veel publiek, luid applaus, emotie. En de beloning is enorm. Volgens de Bijbel volgt een eeuwige beloning voor het volbrengen van die reis. Een beloning die openlijk gegeven zal worden. Wist u dat? Het Griekse woord dat hier vertaald staat met prijs betekent letterlijk een beloning die publiekelijk wordt gegeven. Op die dag zal iedereen die voor God geleefd heeft uit alle generaties erbij zijn. Daar boven aan de finish ligt de beloning. Een enorme prijs, hij ligt klaar. Deze krans van de rechtvaardigheid is het synoniem voor prijs. Paulus zegt in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8... Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Het zal mij op die dag gegeven worden. Niet misschien, maar zeker weten. Het eeuwig leven dicht bij hem. De Heer ziet daarboven verlangend naar u uit. En omgekeerd ziet u verlangend en verwachtend uit naar de Heer. Wat is uw focus? Amen. We gaan zingen lied 705 uit de bundel van Johannes de Heer. Is uw leven voor anderen ten zegen, de versen 1, 2 en 4.
Dit is een huis van gebed. En niet alleen de zang is belangrijk, niet alleen de woordverkondiging is belangrijk, maar juist ook het bidden. Mag ik u voorgaan in het slotgebed? Dank u wel, Heer, om wie u bent en wat u doet. U komt toe, al onze lof, dank en eer. Heer, zoveel gaven en talenten hebt u uitgedeeld aan mensen. Gaven van spreken, luisteren, bidden, helpen, evangeliseren, zingen, muziek maken. Gaven van geduld, empathie, vriendelijkheid en dienen van anderen. Heere God, u heeft ieder mens uniek geschapen. Zo zijn we verschillend van elkaar en hebben we verschillende gaven en talenten van u ontvangen. Leer ons ontdekken, Heer, hoe we u met onze gaven en talenten het beste kunnen dienen. Heer, dank u voor alle mensen die uw woord, uw evangelie verspreid hebben, op welke wijze dan ook, waardoor wij besmet raakten met uw liefde. Bouw uw gemeente, Heer. Heer, we staan er gelukkig niet alleen voor. U bent met uw Heilige Geest in ons, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. We vertrouwen op uw kracht, bescherming en bijstand. Heer, we bidden voor een wereld in nood. We danken u dat we in alle vrijheid bij elkaar mochten zijn, waar zoveel die vrijheid niet hebben. Zo worden gezinnen die hier asiel hebben aangevraagd bedreigd met uitzetting naar een land wat niet veilig is. Heer, geef vrede en rust in harten. Wilt u zegenen en nabij zijn? Vader in de hemel, we bidden voor alle rouwdragende families. We bidden voor Bertus en G. Klein, voor Henk Magree en zijn vriendin Willy, nu Jenny Magree is overleden. We bidden voor Gerrit en de kinderen. We bidden hen Gods troost en nabijheid toe. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen van zuster Kobi Meijer de Vries. Nu u haar op 11 juli heeft thuisgehaald in uw vaderhuis. En afgelopen vrijdagavond heeft uw zuster Jo Kracht Mulder thuisgehaald. We bidden voor broeder Helmich Kracht, de kinderen en kleinkinderen. Ook zij hebben uw krachtige steun en troost zo nodig op donderdag als de moeilijke gang naar de begraafplaats wordt gemaakt. Dank u, Heer, voor het geweldig perspectief dat we in u hebben. Eeuwig leven dicht bij u. Maar Heer, u weet dat het verdriet en het gemis er niet minder om is. We hebben allemaal uw nabijheid zo nodig. Zo hebben we veel namen van zieken te noemen. Bas en Lies van Oorschot, broeder Nico van der Pol, Jaap en Janna Prins van den Berg. We weten dat allen bij u bekend zijn, dat niets u ontgaat of uit de hand loopt. U bent erbij. We bidden voor Jacomien ten Hove, Harm Mulder, Jan-Willem Snoek, Bert van 't Hul en de kleine Lente van Norel. U weet wat allen nodig hebben en we leggen de namen in uw hand. We bidden voor het werk van broeder Aad Elbertsen. Dat de voedselhulp op de goede plaats terechtkomt, Heer, in Roemenië. En dat het tot zegen mag zijn. We danken u, Heer, dat naar de mens gesproken broeder Henk van der Streek nauwelijks schade heeft ondervonden als gevolg van een hartinfarct. Dat Daan Kuiper een operatie goed heeft doorstaan en nu weer thuis is. We bidden, Heer, of u hen verder een goed herstel wil geven. En we danken u voor de geboorte van Evie Noelle. Heer, met de ouders Helmich en Desiree Spronk zijn we blij en dankbaar. En we willen hun uw zegen toebidden bij het opvoeden en opgroeien van Elin.
Ook bidden we voor Herman Spronk met zijn team, nu de voorbereidingen in volle gang zijn, de Kairos-cursus te organiseren. Heer, geef wijsheid. Ga zo met ons mee in de komende week bij alle activiteiten die we ondernemen. Dat alles tot eer van u mag zijn, tot geloofsopbouw en bemoediging van uw gemeente. Uw gemeente, Heer, die u ieder moment verwacht. Kom zo tot uw doel, Heer, met een ieder van ons. Dank u voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze dienst. Dat bidden we in die machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij tot slot lied 19 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik ben reizend naar die stad. De versen 1 en 3 voor de zegen en na de zegen vers 4. Mocht u op vakantie zijn, dan wens ik u hele fijne, ontspannende dagen toe. Mocht u hier aanwezig zijn in Oldebroek, we gaan binnenkort weer starten. U kunt de focus weer verleggen. Maar allen hebben wij die zegen van de Heer zo ontzettend nodig. Het is de Heer die u zegent en beschermt. Het is de Heer die het licht van zijn gelaat over u laat schijnen en u genadig is. Het is de Heer die zijn gelaat naar u toewendt en u vrede geeft. Amen.